De gemeente Heumen gaat een deel van het asfalt van de Eindse straat vervangen met rode fietsstroken. Ook wordt er eventueel een verkeersdrempel aangebracht. De Eindse straat loopt door Nederasselt en Balgooi. Opvallend is dat de gemeente Wijchen het deel van de weg aan die kant van de gemeentegrens niet gaat renoveren. Volgens deze gemeente is de kwaliteit van de weg nog goed genoeg en is onderhoud dus nog niet nodig. Wanneer de werkzaamheden starten aan de kant van Nederasselt is nog niet bekend.